Benieuwd, Abdul, hoe jullie deze wedstrijd ervaren hebben. Je kijkt er behoorlijk chagrijnig bij. Ja, hele slechte eerste helft van onze zijde. Daarna hebben we de tweede helft wel beter herpakt. Zag je toch op het laatst dat we toch nog voor de winst gingen, maar dan is het te laat. Ja, waarom liep het niet in de eerste drie kwartier? Ja, we voetbalden niet echt. We speelden te veel de lange bal, te slordig. Kwamen niet echt tot doelpogingen. Ja. Kwamen niet echt in ons spel. Nee, je liep er een beetje verloren bij aan de linkerkant, hadden wij het idee. Nee, ja, links dat is niet echt... Kijk, ik kan het ook spelen, maar ik speel liever centraal het middenveld. Maar als ik die positie ook moet innemen voor het team, doe ik dat. Maar ik denk dat je wel zag dat ik op het middenveld wel beter... Dat hebben we gezien. Door het verf kom. Maar goed, ik moet altijd in het collectief kijken vandaag. Dat is zeker zo. Heeft het gedonderd halverwege? In de kleedkamer bedoel je? Nee, ja, ja, wel een beetje. Ja, een beetje erg af en toe. Ja, een beetje. En ik denk dat je dat ook wel zag, hoe we begonnen, tweede helft. Maar zoals ik zeg, ik vind het wel jammer dat we het niet meteen hadden gedaan. Nee. En zowel ik als het team in de eerste helft. Ja, het is een sleutelwedstrijd ook voor jullie. Als je hem wint, dan kun je echt een beetje naar boven gaan kijken. Nu blijft het toch een beetje hangen in die middenmoot. Ja, volgens mij komen we nu op 23 punten. Als we hadden vandaag hadden gewonnen, kwamen we op 25, weet je, dan maak je die gat veel groter. En dat neemt niet weg dat er nog heel veel wedstrijden aankomen waar we het wel kunnen laten zien. Nee. En daar moet ook gewoon de focus op.